Thank you.
als God de Vader, Zoon en Geest. U laat volmaakte eenheid zien, die er altijd is geweest. Drie-enig God, U maakt ons één, als kerk die van vergeving leeft. U brengt ons samen. Jezus leeft in ons werk voor de glorie van uw naam. Niemand is minder, niemand meer. Wij zijn gegeven aan elkaar door Jezus Christus, onze Heer, die ons lief heeft en aanvaardt. En laat ons samen één zijn, Heer, verenig uw kerk door de kracht van de we zingen over Jezus, hoop van de volken. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. U wond van de dood, droeg onze pijn. Nu mogen wij dicht
bij u zijn. Jezus de hoop, levend in ieder die gelooft. Heer, ik geloof. Jezus, hoop van de volken. Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de van hoop. Welkom allemaal in deze dienst. Ja, waarin het toch weer te maken hebben met maatregelen. We niet meer helemaal vol zitten. Dus wat dat betreft ook van harte welkom ook thuis die meekijkt online. Fijn dat we ook zodoende toch verbonden kunnen blijven met elkaar. Nou, vanwege de maatregelen zijn er ook wat mededelingen die we moeten doen vooraf. Strakjes na de dienst is er geen gelegenheid tot koffie. En we verzoeken u ook, voordat u weggaat, nog even te blijven zitten. En er zullen twee coördinatoren zijn die goede aanwijzingen geven over het vertrek. Er is vandaag ook Boer en Co. Dus alle kinderen die zitten al lekker beneden. En strakjes ook Rocksteady. Ja, we zitten weer met deze maatregelen en toch weer in een tijd waar je kan zeggen, ja, de hoop is een beetje ook soms wel de grond ingedrukt. En daar hebben we met z'n allen ook mee te maken. En tijdens de muziekoefening hadden we het er ook over. En nou ja, we zaten elkaar niet zozeer per se de put in te drukken. Maar op een gegeven moment was het wel van, ja jongens, maar God is groter. En dat is wel wat we hier wat dat betreft met elkaar willen uitspreken. En dat we naar omhoog mogen kijken. En dat is ook het thema, kijk omhoog. Onze dominee Arenda Haasnoot zal daarin voorgaan. Ik wil jullie vragen bij het aanvangslied te gaan staan, Psalm 68, de vers 7.
Hij draagt ons leven dag aan dag. Daar houden we ons aan vast. Ook op deze dag die de Heer weer geeft. Nemen we een moment van stilte om gelegenheid te hebben om de Heer uit te nodigen in deze ruimte, in je hart. Om je hart te openen voor Hem. Onze hulp en onze verwachting is en blijft in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Daarom is er genade en vrede voor u en voor jou. Genade zij u en vrede van God onze Vader. En van Jezus Christus, onze Here, in de gemeenschap, in de vervulling van de Heilige Geest. Amen. Blijf lekker staan, zou ik zeggen. Want we gaan een leuk lied zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. En dat is met klap ook, hè? Oké, we gaan hem zingen. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Thank you.
Zullen we bidden? Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint. En kom, Heilige Geest, stort op ons uw vuur. Ja, Heer, zo met dit lied heffen we ons omhoog. Heffen we ons hoofd omhoog en bidden we u dat u ons aanraakt. Ons hart ook omhoog heft tot u. Ons denken opent voor wie u bent. Heren, wij danken u dat we vanmorgen hier kunnen samenkomen. Heren, wij danken u voor degenen die hier kunnen zijn. En danken u voor degenen die met ons meekijken, meeluisteren op dit moment via de streaming of later op de dag of in de loop van de week. Heren, wij danken u dat we uw woord gaan openen. En wij danken u dat we u mogen loven en prijzen met onze stemmen. Dat we kunnen zingen en dat we kunnen spreken. Dat we u kunnen aanroepen in alles. En ja, Heren, zo zijn we vanmorgen gekomen. Ook in het besef dat we velen missen vandaag. Gewoon met elkaar, zoals die afgelopen weken zo fijn waren. Heer, we zagen weer nieuwe kracht en nieuwe moed om zo elkaar te ontmoeten. Om na lange tijd van elkaar niet zien, velen weer te verwelkomen in dit huis, hier in de Michaelkerk. En Heren, dan in de weken en ja, de dagen van deze week, de afgelopen dagen, die besmettingen zo oplopen, de stress toeneemt in het land, bij de mensen, velen die we kennen ook ziek worden. Ja, Heren, dan gaat de moed er zo'n beetje uit. Heren, dan is die hoop ineens een soort van wanhoop aan het worden. Van hoe lang gaat dit nou nog duren? Hoe lang nog, Heren? En tegelijkertijd dank ik u voor uw woord. Dat u, Heer Jezus, vertelt als die vreselijke tijden komen over de wereld. Dat u dan zegt, hef uw hoofd omhoog. Hef je hoofd omhoog. Want je verlossing, je redding is nabij. En daarvoor hebben we u nodig. Bij u is het adres om aan te kloppen. Om redding, om kracht, om troost, om moed. Om licht en om vuur. Om het vuur van de Heilige Geest. En Heer, allereerst willen we u bekennen dat we daarin falen. Veel ongeloof ook hebben in de loop van de week of de dagen. U vergeten of dingen zeggen of doen die absoluut niet zijn tot uw eer. Heer, onze zonden, onze fouten, we willen ze voor u neerleggen, ons hart ook openen. Want u doorzoekt ons hart, alles ligt voor u al open en bloot. Maar we denken het vaak te kunnen wegwerken. Maar Heer, u ziet het. En het beste om het weg te werken is te brengen bij het kruis van Jezus Christus. Zodat het daar gereinigd wordt door het kostbare bloed dat vloeide. Golgotha aan het kruis houdt, waarvoor hij geleden heeft om ons te kunnen genezen. Uw striemen brengen genezing om ons te kunnen redden en in relatie te brengen met de allerhoogste heilige God. Ja, Heren, daarvoor vragen we u om ons schoon te maken, om die zonden allemaal weg te nemen. En dan bidden we u dat u ons vult. Dat die plek van al die rommel wordt opgevuld met de Heilige Geest. Met het vuur en de kracht en de troost. Heren, Heilige Geest, wees welkom. Heilige Geest, vul ons hart. Vul het. Vul die leegte in ons leven. Vul ons opnieuw en vul dit huis. Vul dit huis met uw heerlijkheid. En open ons denken dat we het begrijpen wat uw woord zegt. Open ons hart om te ontvangen. Open onze ogen om u te zien, onze oren om u te horen, onze neus om u zelfs te ruiken, uw liefelijke geur. Onze monden om te spreken van uw eer, te zingen van uw eer. Open ook mijn mond, Heren, zodat ik van u zal spreken. Zal spreken wat ik van u zal ontvangen. En niet wat eigen wijsheid is, maar wat uw wijsheid is, wat u wil dat gezegd zal worden. En Heren, raak dan ook onze handen aan om te zegenen, om uw zegen te ontvangen. En onze voeten
om het goede nieuws van het evangelie dragend verder te trekken. Met elkaar en met u. Heere, zo bidden wij u ook voor de kinderen bij Boer & Co. Heer, geef ze toch een gezegende bijeenkomst. Dat de kinderen van kinds af aan al beseffen dat hun God groot is en machtig en machtiger dan alles wat er gebeurt in deze wereld. En ook met de jongeren, als ze naar Rocksteady gaan, wil ik u bidden, Heer, dat u hen aanraakt en vuur en vlam zet door uw Heilige Geest. Zo prijzen we u en roepen we u aan. In Jezus' naam alleen. Amen. Ja, we hebben hierop staan kinderlied. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. En net hadden we het erover, ja, zullen we hem dan laten vervallen? Want er is Boer & Co, maar er zijn natuurlijk ook nog kinderen die thuis zijn. Wellicht in quarantaine en meekijken met papa en mama. Dus ja, daarom is het denk ik wel heel fijn om gewoon lekker een kinderlied te zingen. Dus dat gaan we dan ook doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. En als je thuis aan het kijken bent, dan wil ik je één vraag stellen daarbij. Stel, je ziet ergens tegenop. Je moet bijvoorbeeld getest worden. Dus je krijgt zo'n ding in je neus. Of je wacht op de uitslag. Of je hebt op school iets belangrijks te doen. Je bent toch een beetje gestrest of bang. Of je ziet ergens tegenop. Hè, voor jullie ook, met de verhuizing. Jullie zijn verhuisd inmiddels, toch? Ja, hè? Ja, ik zie het al. Hè, maar van tevoren zie je daar natuurlijk tegenop. En wat doe je nou als je ergens tegenop ziet en iemand is bij je die veel groter en sterker en machtiger is? Wat doe je dan? Kijk je dan naar beneden? Kijk je dan opzij? Of kijk je omhoog? Wie is voor het laatste? Kijk omhoog. En daarmee gaan we dit lied zingen, want mijn God en jouw God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. De bergen schiep hij, rivieren erbij, de sterren die maakte hij ook. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. Steeds harder tot ze het beneden hoort. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig. Amen. Dan mogen we naar Rocksteady, hè? Zijn er niet heel veel? Oh, die zijn er al. Oh, ze zijn al onderschept. Natuurlijk, lekker swingend. Okay, ja, okay. Heel goed. Goed. We gaan lezen Psalm 3. Ik ga dat nog even toelichten. Een tijdje geleden heb ik aangegeven, ik heb op mijn hart om het boek Openbaring te openen. Om daar preken over te houden. En af te wisselen met de psalmen. Want boek Openbaring is best een pittig boek. Het begint redelijk rustig, maar het neemt toe aan heftigheid.
En ik dacht, nou, dan lezen we in de tussentijd even een psalm om op adem te komen. En dan ga je psalm 1 lezen over die twee wegen. En psalm 2 over de zoon, kus de zoon. De zoon van God, die troont boven alles wat alle leiders van volken ook zeggen. En dan kom je bij psalm 3. En psalm 3 hebben we ook gelezen in de bidstond in de dorpskerk op een dinsdagmorgen. Ik dacht, ik lees hem ook als een voorbeeld van een gebed. En iemand zei toen, ik snap hier helemaal niks van. Wat is hier aan de hand in deze psalm? Dus ja, er is heel wat aan de hand in deze psalm. Dus zo relaxed zijn de psalmen niet altijd. Maar er staan wel ontzettend mooie dingen in. We kunnen er veel van leren. Hier ook in de situatie van David. Ik lees hem uit, of in ieder geval Sietske gaat hem lezen uit de herziene Statenvertaling. En daar heb ik een aantal redenen voor om dat te doen. 1. U heft mijn hoofd omhoog, zegt David. En dat is in de nieuwe Bijbelvertaling ja, soort van niet vertaald. Dat ik denk, ja, dat is nou precies waar het om gaat. Hè. U heft mijn hoofd omhoog. Hoofd omhoog dus, de Heer Jezus zegt het ook. En de tweede is het slotgebed van David. Dat je denkt, zo, dat is pittig. Nou, als je hem in de nieuwere vertaling leest, wellicht heb je hem bij je. Ik zou de vertalingen gewoon erbij pakken, want daar heb je echt veel aan om die verschillen ook te zien. Die is in de NBV 21 in de tegenwoordige tijd. En hier lees je hem in de verleden tijd, dat God in het verleden die dingen heeft gedaan en David doet daar een beroep op. En in de andere vertaling is het voor de toekomst geschreven. Nou, dat is pas heftig. Dus ik dacht, nou, laten we vanmorgen maar eerst die herziene vertaling erbij nemen, die HSV. Sietske leest hem met ons. En voordat ik ga lezen, ga ik eerst even zeggen dat ik de woorden Sela niet zal lezen, omdat het net als in de muziek een rustteken is. En vandaar dat ik dan even rust hou, dan weet u waarom ik het niet doe. Een morgenlied, psalm 3. Een psalm van David toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom. Heren, hoe talrijk zijn mijn tegenstanders. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen van mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. U echter, heren, u bent een schild voor mij, mijn eer. U heft mijn hoofd omhoog. Met mijn stem riep ik tot de Heere en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ik lag neer en sliep. Ik ontwaakte, want de Heere ondersteunde mij. Ik vrees niet voor tienduizenden van het volk die zich aan alle kanten tegen mij opstellen. Sta op, Heere, verlos mij, mijn God. Want u hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen. De tanden van de goddeloze hebt u stuk gebroken. Het heil is van de Heere. Uw zegen is over uw volk. Kijk omhoog, broeders en zusters, gemeente van ons Heer Jezus Christus, jullie alle hier en ook thuis meekijkend verbonden. Kijk omhoog zet ik boven psalm 3. En ik heb daarbij twee punten eronder gezet. Gistermorgen werd ik wakker en toen dacht ik, waarom heb ik ze eigenlijk niet genoemd de twee G's? Betere G's, betere twee G's. Geloof en gebed. Geloof en gebed zet ik onder deze psalm 3. Geloof en gebed die we van David gaan tegenkomen. Maar dat is nog niet zo vanzelfsprekend. Psalm van David, toen hij vluchtte voor zijn zoon Absalom.
zet David zelf boven deze psalm. Hij schrijft zelf toen hij vluchtte. Lees mijn psalm, lees dit lied dat ik schrijf en geschreven heb toen die grote koning David vluchtte voor zijn zoon Absalom. Hoe zou hij dit geschreven hebben? Hoe zou hij zich hier op dit moment voelen? Zou er geen zwaard door zijn hart of zijn binnenste gaan op het moment dat hij dit dus constateert? En wat doe je dan? Wat doe je dan? Op de vlucht voor je eigen zoon. Op de vlucht voor degene die uit jou is voortgekomen. En daar ga je. Daar loop je. En letterlijk zie je dat hij inderdaad bukkend vlucht. Maar daar blijft het niet bij. Hef je hoofd omhoog. Kijk omhoog. Ik heb iets meegenomen vanmorgen. Het is niet van mij. Maar ik ga ook niet zeggen van wie het wel is. Want dat mag niet. Ik heb hem ook op een plaatje gezet. Voor de beamer. Maar ik hoop dat dit ook thuis goed zichtbaar is. Want ik zie nog wel eens bij het beeld, hè, dat dan mijn PowerPoint aan de ene kant staat. En dat je een heel klein domineetje ziet daarnaast. Dus ik hoop wel dat deze goed zichtbaar is ook voor de streaming. Deze vogel ben ik heel vaak tegengekomen. Oh ja, buiten, dat is zeldzaam, in het riet. Nou nee, dus niet buiten in het riet, want dat is waar hij leeft, deze vogel. Maar ik ben hem veel tegengekomen bij gemeenteleden in De Brug, onze wijkgemeente, thuis. En voordat ik verhuisd ben van Rijnsburg naar Spijkenisse, heb ik eigenlijk nog nooit van die vogel gehoord. Ik heb hem sowieso al niet in het riet gezien. Ik moet ook zeggen dat sinds ik hier gekomen ben en woon aan de rand van de Maaswijk en vlak aan die polder, dat ik ook nog nooit van mijn leven zoveel reigers heb gezien. Iedere dag, niet normaal. Dus blijkbaar is er veel te eten daar te vinden voor die reigers. En deze vogel, die is daar dus blijkbaar ook ergens. Maar ik kom hem vooral tegen in de huiskamers, namelijk via dit houtsnijwerk. Prachtig houtsnijwerk van deze vogel. En ik heb het ook al op Facebook gevraagd, daar kreeg ik een aantal goede antwoorden. Welke vogel is dit? Hoe heet deze vogel? De roerdomp. Nog nooit van gehoord. Ik heb werkelijk nog nooit van deze vogel gehoord totdat ik hier gekomen ben. Dus ja, als jullie denken na jaren en jaren dominee Haasnoot, nou ja, wat hebben wij eraan gehad? Nou, ik heb tenminste eraan gehad dat ik nu weet wat een roerdomp is. Dat is deze vogel. Het aparte is dus, ik kreeg ook reacties, want ik had ook dat plaatje op Facebook gezet, ter aankondiging ook van de dienst. En mensen zeiden, wat gaaf dat je hem op de foto hebt gekregen. Ja, denk je het zelf? Ik heb natuurlijk gewoon bij die mooie natuursites gekeken en een prachtige foto daar vandaan gehaald. Want het is zeldzaam dat deze vogel dus zich laat zien. Eerder hoor je hem als je verschillende geluiden die hij maakt kunt herkennen. Hij maakt verschillende geluiden in verschillende situaties. Ik dacht nog, ga ik dat in de dienst laten horen? Nou, ik nodig je gewoon uit om dat thuis nog even na te horen. Daar heb je allerlei geluidsfragmentjes bij deze vogel. En deze vogel kan best nog eens terugkomen over een tijd. Want Psalm 3 spreekt erover, David, u heft mijn hoofd omhoog. Maar in Psalm 121 komt dit ook voor. Dus ik denk dat die vogel na een aantal psalmen nog wel eens een keer hier terugkeert. En wat is het bijzondere dan inderdaad van deze vogel? En waardoor het dus komt dat deze vogel bij gemeenteleden in houtsnijwerken thuis staat, is vanwege de beweging die deze vogel maakt bij stress, bij gevaar. Als er een hond ineens in het riet gaat zwemmen en bezig gaat. Of roofvogels die even komen zweven. En dus wat er ook dan voor gevaar aankomt. Mensen, allerlei andere dieren. Op het moment dat die vogel dat dus merkt. Dan gaat zijn hoofd, zijn koppie gaat omhoog. En waarom is dat? Vanwege de camouflage. Vanwege dat hij er dan uitziet zoals al die andere rietstengels die daar in dat riet ook er staan. En waardoor hij zich zo ongelooflijk onzichtbaar kan maken. Maar het kan alleen als het koppetje omhoog gaat. Als het koppetje omhoog gaat, dan,
dan wijkt het gevaar. Want niemand ziet het verschil. En zo is dat een bemoediging als je in een situatie zit en je denkt, hey, hoe kom ik hier uit? Hoe zal het gaan? Ik voel me gestrest. Ik weet niet hoe het gaat aflopen. Gestrest, die cijfers lopen op, de besmettingscijfers lopen op. En 2G, wat moet ik daarmee? Vaccineren, wel of niet? Wat moet ik daar allemaal mee? Het raakt me. Of ik voel onmacht, want ik wil graag naar de kerk. En we hadden het zo fijn de afgelopen weken. Het was heerlijk om weer gewoon met volle kerken bijeen te zijn. Wat maakt dat toch een verschil? Dat we er weer kunnen zijn. En, ja, en dan ga je weer. Ja, en dan kijk omhoog. Doe als deze vogel. Doe als een roerdomp. Kijk omhoog. En zo zie ik ook bij de mensen thuis, veelal in ziekten, dat het helpt om gewoon iets voor je te hebben staan die het ook doet, die omhoog kijkt. En hier zie je een voorbeeld in de psalm bij David van iemand, niet de minste, die het ook doet, die zijn hoofd omhoog heft. En hij doet dat niet alleen uit eigen kracht, maar hij doet dat zelfs samen met God. Want hij zegt, u heft mijn hoofd omhoog. Zelfs daarbij heb ik u nodig. Nou, wat is de situatie? Ik ga even naar het volgende plaatje. Wat is dan de reden dat dat hoofd omhoog moet? Dat hij zelfs God daarbij nodig heeft om zijn hoofd nog omhoog te doen? Nou, omdat hij dus bukkend in schaamte Jeruzalem moet verlaten. Hij moet vluchten over de Jordaan naar Mahanaim. Dat is niet ver van de Jabok. Ik heb hier wat plaatjes daar ook bij gevonden, bij deze geschiedenis. En die hele geschiedenis kun je dus gewoon nalezen in het boek 2 Samuel. Er zijn behoorlijk wat hoofdstukken aangewijd wat hier dus gebeurt. De hoofdstukken 15, 16, 17 en 18 gaan helemaal over de situatie dat David Jeruzalem moet verlaten. En dat is nog niet het enige. Hij moet dat doen vanwege Absalom, zijn zoon. En hij doet dat ook nog eens keer onder gevloek en gescheld van een zekere Simei. Dat is iemand die uit de familie van Saul komt. Die zo'n grondige hekel aan David heeft. Hè, omdat Saul dus zijn koningschap moest neerleggen. En dat had ook redenen dat de Heer dat wilde. Omdat Saul absoluut niet te corrigeren viel. En uiteindelijk schuift de Heer David naar voren. Maar Simei, ja, die ziet alleen maar die David in plaats van Saul. En die haat hem hardgrondig. En om die haat dus te laten horen, vloekt hij daarbij. Hij vervloekt hem. En dat is wat heftiger dan dat iemand tegen je zegt, nou, ik vind jou niet leuk, leugenaar. Of dat is, als je gaat vloeken, dan haal je de naam van God erbij. En dan spreek je als het ware het allerergste over iemand uit. Maar David reageert niet, want hij beseft bij zichzelf, ja, ik heb het kunnen weten dat dit zou gaan gebeuren. Sterker nog, ik heb het op mijn eigen geweten. En dan ga ik naar het volgende plaatje. Want wat is er in het verleden gebeurd, het recente verleden, is dat er nogal wat aan de hand is in die familie van David, bij zijn kinderen. Het is geen perfect gezin. Ik ben dan altijd weer een beetje opgelukt als ik dat lees in de Bijbel. Dat er echt veel gebrokenheid ook is in die gezinnen. Niet dat ik daar blij mee ben, maar dat ik dan wel zie van, nou, als er een keer dus geruzie of gescheld of gedoe is in het gezin, dan is dat in mijn gezin niet de enige plek waar dat gebeurt. En zelfs de grote namen in de Bijbel, daar zie je van alles gebeuren in die gezinnen. Denk aan David, maar denk ook aan Jacob. Denk aan de zonen van Samuel, geen lievertjes. De zonen van Eli. Ja, zo hebben ouders ook in de Bijbel niet altijd hun kinderen onder controle. Of andersom, de kinderen de ouders niet onder controle. Want dat is hier bij Absalom dus aan het handje. 1. Absalom die is verbitterd op zijn vader. Want zijn halfbroer Amnon, die heeft zijn zus te grazen genomen. Ook dat kun je allemaal nalezen en daar krijg je bijna rode oortjes van wat daar gebeurt. En wat doet David als hij hoort wat Amnon bij Absalom's zus heeft gedaan? Dat hij haar dus gewoon
verkracht heeft, wat doet David tegen Amnon? Niets. Foei, jongen. Niet meer doen, hoor. Foei. En verder is er geen consequentie voor Amnon. En Absalom zegt niks, maar hij slaat het van binnen op. Dus hij wordt bitter en nog bitterder en bitterder. En er zijn wel mensen die het ongeveer wel zien aan hem, dat er een moment gaat komen dat hij dus Amnon te grazen gaat nemen. En dat doet hij uiteindelijk. En vervolgens wordt hij weggestuurd door zijn vader. En die bitterheid in zijn hart wordt nog bitterder en bitterder en bitterder. En uiteindelijk mag hij terugkomen na heel veel gedoe. Maar is hij nog steeds zo boos dat hij van plan is om gewoon het koningschap van David af te pakken. En de profeet Nathan, die is bij David gekomen. En die heeft David aangesproken en die heeft gezegd, ja David, hey, er is heel veel aan de hand in jouw gezinnetje. Maar er kloppen bij jou ook een aantal dingen niet. Want het lijkt alsof niemand het heeft gezien, maar God ziet het. En inmiddels zien ook andere mensen het. Want er loopt hier een vrouw rond die zwanger is van jou, maar die niet van jou is. En die man van die vrouw, wat heb je daarmee gedaan? En die heb je naar het slagveld teruggestuurd. Eerst probeerde je hem eerst naar huis te halen, hè, zodat het net leek alsof het kind waarmee Bathsheba dus rondloopt van hem gewoon is. Maar nee, dat lukt niet. En je stuurt hem terug en je laat hem neerzetten op het moeilijkste punt. Waarvan je zeker weet, als ze nu gaan schieten, die tegenstanders, dan ligt hij om. En Nathan die vertelt, ja, dat heeft gevolgen. Er zal een dag komen dat er zoveel strijd is in je eigen huis, dat jij er vandoor moet gaan. En die vrouwen die je hebt, die zullen door een andere beslapen worden. En dat is wat Absalom ook als eerste doet in Jeruzalem. Dus wat zie je eigenlijk gebeuren? Dat is het volgende plaatje. Die grote leeuw, die David, die voorbeeldkoning, die beroemde koning. Die koning met zoveel talent, die machtige leeuw. En waarin we gelukkig ook eigenschappen zien, waarin we de leeuw van Juda, de Heer Jezus, wel degelijk herkennen. Maar op een aantal punten is David niet dat voorbeeld van de Messias. Is hij niet die leeuw van Juda zoals hij had moeten zijn. En wat gebeurt er? Die leeuw van Juda, die loopt met kleinere leeuwtjes om zich heen, zonen van hem. En een van die kleine leeuwtjes, die groeit en die groeit, Absalom. Die groeit en die wordt groter en groter. Absalom is een charmante jongen, een slimme jongen, een knappe jongen. En hij heeft enorm ook talent, of wat zal ik eerder zeggen, hij heeft charisma, waardoor hij mensen aan zichzelf kan binden. Waardoor hij ook heel makkelijk de zwakte kan zien van leiderschap en daarop inspelen. Want hij ziet dat Israëlieten ontevreden zijn met de regering. In ieder land en in iedere tijd zijn mensen ontevreden. En dan hoor je bijvoorbeeld ook de partijen zeggen, ook in Nederland, maar als ik regeer, ja, dan komt het goed. Nieuw leiderschap, dan gaat het beter. En Absalom heeft ook het talent waarvan ik overtuigd ben dat bijvoorbeeld onze premier het heeft. Afgelopen persconferentie heeft hij het zelf gezegd. Zei hij, ik zou zo graag iedere van jullie persoonlijk spreken. Iedere Nederlander zou ik persoonlijk willen ontmoeten. En dat straalt hij ook uit. He, onder het volk, op zijn fietsje. Helaas kan dat zelfs niet meer gezien allerlei bedreigingen. Maar op zijn fietsje onder het volk. En mensen, een volk ziet het liefst dat het leiderschap heel dichtbij is. En Absalom doet dat. Die staat bij de poort en zegt, joh, wat zie jij er bedroefd uit vandaag? Zal ik even met je praten? Wil je even een luisterend oor? Oh, is dit en dat er aan de hand? Nou, als ik op die troon zou zitten, zou ik er direct iets aan doen. Dan zou ik direct jouw positie en jouw situatie verbeteren. Direct. En zo wint hij het hart van het volk. Groot en sterk. Dat kleine leeuwtje is machtiger geworden dan de leeuw zijn vader. Tja. En dan ga ik naar de volgende plaatje. Wat blijft er dan van die leeuw David over? Nou, één wat ik geweldig vind om hier te ontdekken, is de eerste G. Zijn geloof. Hij behoudt zijn geloof. Toen hij vluchtte.
gooit hij zijn geloof niet op de storthoop. Hij neemt zijn geloof op de vlucht mee. Zijn geloof blijft bij hem in die diepgang en in die afgang. En hij weet waar hij moet zijn. Hij geeft niet op God te vertrouwen. Hij zegt talrijke tegenstanders, het zijn er heel wat. Velen staan tegen mij op. Velen zeggen voor mijn ziel, hij heeft geen heil bij God. Heer, ik weet dat u het ziet, maar ik schets toch maar even de situatie. En wat God wil van ons hart, dat het geen moordkuil is. Dat we gewoon vertellen, Heere, ik weet dat u het ziet, maar vertel toch wat er aan de hand is. Wat hier allemaal om me heen gebeurt. Vertel wat er in je hart is aan God. Hij gaat naar God. Dat laat zijn geloof zien. En Heere, wat er ook nog eens een keer aan de hand is. Zij zeggen van mij, van mijn persoonlijkheid, dat is je ziel. Je ziel is je unieke persoonlijkheid, wie je bent. En daarom hou ik zo van bijbelvertalingen die ziel nog vertalen. Het wordt heel vaak wegvertaald naar iets van leven. Maar de ziel is niet het leven. Het leven zit in je geest die God je geeft. Maar de ziel is jouw unieke persoon. Wie jij bent. Er is niemand anders op de wereld. En ook er is nog niemand anders zo geweest. Er zal ook niemand zo komen zoals jij. Uniek. Zelfs identieke tweelingen zijn niet zo identiek dat de een... Dat ze samen een unieke persoonlijkheid zijn. Nee, ieder is een unieke persoon. En van die persoon zeggen ze, Heere, hij is verloren. Je bent weg bij de mensen, je hebt afgedaan, waar hoef je niet meer. Je gaat ook niet meer terugkomen. En dat niet alleen, ook God verlaat jou. God heeft jou verlaten. Er is voor jou geen leven met God nu en ook niet later in de hemel. Wie kunnen dat zeggen? Wie kunnen zeggen, je bent verloren. God houdt niet meer van je. Hij is niet meer bij jou. Het kan ook zijn dat je het zelf denkt. Door de dingen die je hebt gedaan in je leven. Dat je denkt, kan ik nou nog bij God aankloppen? Ben ik nog welkom bij hem? Wil hij mij nog wel? Is er voor mijn ziel, voor mij nog redding mogelijk? Weet je wat het bijzondere is in het Hebreeuws? Dat bij dat woordje heil staat een werkwoord met wortels. Wortels, dat zijn de basiswoorden of de basisletters van de zin. En dat zijn gewoon hele belangrijke letters die over het algemeen een betekenis ook hebben. En de letters die je hier aantreft, zijn de letters waarop het woord Yeshua is gebouwd. En wie is Yeshua? Dat is dezelfde wortelgrond voor het woord en de naam Jezus. Hij heeft geen Yeshua. Je hebt geen Jezus meer. Geen redding, want Jezus betekent God redt. Wie kan dat zeggen? Niemand. Niemand kan van jou zeggen, en ook jezelf niet, dat er geen redding is bij God als je bij Jezus komt. Als je van Jezus houdt. Als je om vergeving komt vragen bij de Heere. Vraagt om herstel. Om zijn redding. En doordat die leeuw van Juda, Jezus, is gekomen, is er voor een ieder van jullie altijd redding. Zelfs bij de dood. Maar ook vandaag. Maar als ze tegen je zeggen, wat zeg je dan? Sela, zeg je dan. Ik hou maar even mijn mond. Even een rustpunt. Sietske die zei terecht, ik lees het niet op, hoeft ook niet. Maar Sela is een rustteken in het Hebreeuws. Maar er zijn ook uitleggers en die zeggen dat woordje Sela is een versterking. Is een uitroepteken. Dit is wat ze zeggen tegen mij. Uitroepteken. Maar daar blijft het niet bij. Want u, Heere, bent een schild voor mij. U bent mijn eer. Mijn kavot. En wat betekent kavot, staat hier in het Hebreeuws. Dat betekent heerlijkheid, eer. De heerlijkheid van de Heer omstraalde hem. Nou, dat zie je bij mensen gebeuren die de Heer ontmoeten.
Dan kan je heel gaan stralen. Hoe vaker je de Heer ontmoet, hoe meer je gaat stralen. Als je beseft, ja, ik ontmoet u. Ik heb met u te maken in mijn leven. Dan ga je, als het goed is, stralen. Als je de Heilige Geest uitnodigt in je leven, dan is dat ergens zichtbaar. Afgelopen week hoorde ik nog van iemand en die vertelde dat er een kennis van haar vanuit de New Age beweging haar hart aan Jezus heeft gegeven. En ze zei, ik zag haar aankomen en ik keek in haar ogen en die ogen waren helemaal anders. Ze keek anders uit haar ogen. Ze straalde iets anders uit, namelijk Jezus. U bent mijn eer en u heft mijn hoofd omhoog. Dat is zijn geloof. Wat mensen ook zeggen. U roep ik aan. En daarin gaat hij bidden. Dat is het volgende plaatje. Hij behoudt zijn geloof. Gebukt uit Jeruzalem. Lees je echt ook in die hoofdstukken. Hij gaat gebukt. Maar als het avond wordt en hij moet gaan slapen, dan heft hij zijn hoofd omhoog naar al die sterren. En dan ziet hij iemand die groot en machtiger is dan hij zelf. Die ziet hij dan. En daarom gaat hij bidden voor het slapen gaan. En mijn vraag aan jou is, doe je dat nog? Bid je nog voordat je gaat slapen? Of plof je gewoon neer in je bed en denk, nou, shit. Voordat je gaat slapen, vergeet niet te bidden. En doe dat hardop, zoals David. Hoezo hardop? Nou, hij zegt, met mijn stem riep ik tot de Heere. Pak je Bijbeltje erbij en let daarop. Lees dat nog eens na. Daar heb je wat aan. Met mijn stem. Huh? Maar als ik roep tot de Heer, gebruik ik toch mijn stem? Nou, ik hoor heel vaak mensen zeggen, bijvoorbeeld in een restaurant, of als ze met anderen zijn aan tafel, of als er ongelovigen in huis zijn en we gaan eten, zullen we even stil worden? Zullen we even stil worden voor de Heer? En dan bedoelen we eigenlijk, nou, dan bidden we in ons hart. Maar dan praten we niet. Ook een soort escape. He, als je in een restaurant bent en het eten staat daar en je bent gelovig, dan heb je zo'n ongemakkelijk moment. En dan kijk je elkaar aan. Zullen we bidden? Durf jij te bidden? Durf jij nog te bidden? Zullen we maar even stil zijn? Want het voelt dan zo ongemakkelijk, toch? En ik heb op een gegeven moment besloten, ik ga niet zwijgen. Ik wil gewoon bidden. Hardop. Ja, ik ga niet staan schreeuwen. Maar ook dat hier. Hoe denk je dat het voor de mensen om David heen is op dit moment dat hij dus gaat slapen. Hij die sterren ziet en daarmee omhoog kijkt. Ja, er is een machtiger iemand en ik bid eerst voordat ik ga slapen. Want ik weet niet of het een morgen straks is. Ik weet niet of ik wakker ga worden. En dat is een heel ding inderdaad, want het oorspronkelijke plan is, de raad van Achitofel, de beste raadsheer van Israël, heeft tegen Absalom gezegd, nu achter je vader aan, nu direct. En Gusai, die door David teruggestuurd is naar Jeruzalem, en die zegt, wacht even, ja, ik ben ook een wijze. Ik ken David ook heel goed. En Absalom, wacht tot de morgen. Want je vader is een machtig man en die wacht je op. En als je dan grijpt in de nacht, dan ben je weg. En de raad van Achitofel nemen ze niet over. En ze luisteren naar Gusai, waardoor David inderdaad dus wakker kan worden in de morgen. En als hij gaat slapen en hij is omringd door al zijn legeraanvoerders en mensen, dan horen ze hem bidden. Gelukkig niet in een stil moment. Met mijn stem riep ik tot de Heer en hij verhoorde mij vanaf zijn heilige berg. Ja, hoezo verhoort hij mij? Ja, omdat het weer morgen is geworden. 'S Morgens bidt hij eveneens. Dank u, Heer, dat ik ben opgestaan. Dank u dat de zon weer op is. Of in ieder geval dat het licht is geworden. Dank je wel eens daarvoor. Want de Heere ondersteunde mij. Ja, wel degelijk. Want zonder de Heere zou er geen morgen zijn voor David. En hij beseft dat. Alleen door hem zie ik het licht van de morgen. En besef jij dat ook als je weer wakker wordt, iedere ochtend? De Joden hebben daar hele vaste gebeden voor, hè? Dat ze danken voor iedere morgen. Gewoon een heel vast gebed, dat ze dan gewoon oplezen, opratelen ook vaak. Er zijn ook gebeden die hebben ze in de wc hangen. En in dat gebed danken ze
dat ze weer naar het toilet kunnen. Dat alles het gewoon weer doet. Nou, dat vinden wij natuurlijk een beetje lachwekkend. Ga je daar nou voor danken dat ik weer kan plassen of zo? Ja, zeggen ze. Stel je voor van niet. Maar dan heb je een probleem. Dan gaat het niet goed. En daarom danken wij. Dat al is door hem in de morgen. Ja, moedig ik je aan. Bid in de morgen. Vergeet niet te bidden op de avond. Maar ook weer in de morgen. Dat is zijn gebed. Zijn geloof en zijn gebed. En dan ga ik naar het slot. En ja, en dan vandaag. Want daar komt die dag. Wat nu in deze situatie? Wat gaat er allemaal komen vandaag? En wat zegt hij? Wat bidt hij? Het slotgebed als het ware. Sta op, Heere, verlos mij. Daarom gaat dat hoofd omhoog, Heere. Ik heb het van u te verwachten vandaag. U bent sterker en machtig. En zo wil hij ook iedere dag bij jou zijn. Bij u en bij jou en bij mij. Sta op, Heere, verlos mij. En hij heeft daar een reden voor en daarom ben ik een voorstander van om wat hij nu zegt in het verleden te schrijven. Want hij heeft de ervaring dat de Heere zijn vijanden en ook zijn goddelozen te grazen heeft genomen. En hij bidt dat zelf niet actief. Hij doet daar een beroep op dat de Heere dat al heeft gedaan. En op die kracht wil hij bouwen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht. Gerust in uw bescherming. Ik bouw op u. Dat lied gaan we overigens niet zingen. We hebben een andere hele mooie nu in petto. Maar waarmee hij dus eindigt is een zegen. Mijn heil, mijn redding is van u, Heere. Ik bouw op u. En uw zegen, weet u het nog, Heere, is over uw volk. Hoor jij bij dat volk van God? Want dan is Gods zegen over je. En wat daar allemaal nog staat te wachten, ook in de toekomst. De Heer Jezus zegt, het gaat erger worden. Ik wil het liever niet lezen, maar ik lees het wel in de evangelie. En de Heer Jezus zegt, als het erger gaat worden, heft je hoofd omhoog. Want je redding is nabij, want ik ga komen. Ben je van hem? Geef je hart aan Yeshua. Of blijf Yeshua, Jezus, trouw in hoe het ook zal gaan. En hef je hoofd omhoog. Amen.
hulp is van u. Omdat de Heer mijn herder is, rust ik uit aan water, koel en fris. Als ik mij neerleg voor de nacht, dan lig ik rustig in het zachte gras. Ik heb genoeg, kom niets tekort. Mijn ziel leeft op. Hij leidt mij langs een veilig pad. Zo is mijn God. Naar huis.
mijn kracht en mijn zekerheid. Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en geeft standvastigheid. Jezus is het doel van mijn bestaan. Ik loop de wedloop die voor mij ligt, door een wolk van getuigen omgeven. En met mijn ogen alleen op Jezus gericht, in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. En hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en geeft standvastigheid. Jezus is het doel van mijn bestaan. Hij geeft volharding die door te gaan in de strijd die het leven ons kan geven. Hij heeft zelf ook de pijn en moeite doorstaan in de wedloop van het leven. Hij is mijn hoop, mijn kracht, mijn zekerheid. En hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Hij is mijn rots en geeft standvastigheid. Jezus is het doel van mijn bestaan. En ik weet dat hij gestorven is aan het kruis om mijn zonde te vergeven. Dit geloof is mijn getuigenis. Mijn zekerheid. En u wijst mij de weg die ik moet gaan. U bent mijn rots en geeft standvastigheid. Ja, hij is het doel van mijn bestaan. En ja, u bent het doel van mijn bestaan. Amen. Twee stoeltjes? Liever hier naar voren? Oké. Goed, geen stoeltjes. Nee. Waar gaat het over, denkt iedereen? Wat is dit voor geheimtaal? Nou, ik zal het uitleggen. Ik heb natuurlijk een paar weken geleden gevraagd, oproep gedaan. Wie wil er eens een getuigenis doen? Want je kunt de sterren van de hemel preken of niet. Maar vaak zijn de persoonlijke getuigenissen wat Jezus in het leven van iemand heeft gedaan nog veel en veel krachtiger. En vandaar dat het mijn verlangen was om jullie daarop uit te dagen en te vragen. Als je iets wilt delen, laat het me weten. En dat kwam een beetje mondjesmaat op gang. En toen heb ik ook een soort van veilige setting geprobeerd te maken van een paar stoeltjes lekker op het podium. Dan hoef je niet, zoals de dominee, hier te gaan staan. Hoeft niet, mag wel. En vanmorgen is er iemand die graag een getuigenis wil delen, Henriette van Olst. En zij wil het gewoon hier doen. Dus vandaar dat ik zei, geen stoeltjes. Maar wel Henriette. Hoe versta je de stem van God? Hoe moet je erachter komen wat Gods plan is met jouw leven? Bij deze wil ik mijn verhaal vertellen over hoe het kan gaan. Al jarenlang had ik het idee, gevoel niet echt op mijn plek te zijn in mijn baan. Ik was technisch onderwijsassistent op een VMBO.
wel eens van die beroepentestjes gedaan op internet waar niet iets specifieks uitkwam. Gebeden, geen duidelijk antwoord. Uiteindelijk een lijstje gemaakt met mogelijke thuisstudies en meegelopen met Freya. Freya werkt in de gehandicaptenzorg. Steeds weer in gebed gebracht en ook voor mij laten bidden. Het antwoord was, je weet zelf al wel wat je moet doen. Vervolgens in vertrouwen de thuisstudie gedaan die het meest op mijn hart lag. Dan moet je een stageplaats zien te vinden. Dat valt dus nogal tegen als je niet studeert op Albeda of Zadkine. Zoveel plekken persoonlijk langs geweest, maar steeds nee. Ook bij Philadelphia in eerste instantie. Toen heb ik gezegd dat dit toch wel een oneerlijke gang van zaken was. En dat was een gesprek met de regioleider van Philadelphia. Ik betaal zelf mijn opleiding en een stagiair werkt bijna gratis. Maar omdat ik toevallig via de LOI studeer, kan ik nergens stage lopen. Dat vond de regiomanager ook een positieve reactie van mij. Ze ging haar best voor mij doen. En uiteindelijk kon ik dus op de locatie waar ik het liefst stage wilde lopen terecht. En na mijn stage meteen aangenomen. Ik ben nu heel blij met mijn nieuwe baan en dankbaar dat ik de stap genomen heb. Steeds heb ik gebeden voor mijn stappen en achteraf kan ik zeggen dat door te bidden en natuurlijk hard te werken voor mijn studie, God mij leidt. En dat ik toch op mijn huidige werkplek terechtgekomen ben, ervaar ik als een wonder van boven. Ik voel me heel erg op mijn plek. En zo is er nog wel meer in mijn leven gebeurd, waarbij ik achteraf kan zeggen dat dit leiding van God was. We krijgen helaas geen briefjes uit de hemel, maar ik hoop dat dit een bemoediging is hoe God ook jou kan leiden in je leven. Ik moet daarbij denken aan de tekst van Spreuken 16 vers 3. Dat staat in ouderwetse tekst. Nou, ik snapte dat nooit. Beveel de Heere uw werken, dan zullen uw voornemens gelukken. Alsof wij in de positie zijn om God te bevelen. Nou, gelukkig zijn er ook andere vertalingen. Vertrouw op de Heer bij alles wat je doet. Dan zullen al je plannen slagen. Maar ook in de basisbijbel. Overleg alles wat je doet met de Heer. En je plannen zullen slagen. Nou, en nog een tekst die mij heel erg geholpen heeft. Jesaja 30 vers 15. In rust en inkeer ligt jullie redding. In geduld en vertrouwen ligt jullie kracht. Het is begonnen met stil zijn en vertrouwen dat God ook een ander plan voor mij heeft. Mag ik nog voor je bidden? Ja? Ik zou kort voor Henriette bidden en danken. Ik heb een contactberoep. Vind je dat prettig of onprettig? Ja. Oké. Dit mag dus, hè? Ja. Alleen de dominee. Nee hoor. En nog meer beroepen. Ik zal voor je bidden. Dank u, Hemelse Vader, voor Henriette. Dank u voor wie zij is. Dank u hoe u haar gevormd hebt en geleid. Al zoekend. Ik moest ook denken aan een tekst, een uitspraak van de apostel Paulus. Als hij op de Areopagus is. En dan in gesprek moet met de samenleving, met de wijzen van die tijd. Die het allemaal beter wisten. Dat hij dan ook getuigt van Jezus. En dat hij ook hen aanspreekt. Dat je hem al zoekend kunt vinden. En ik dank, Heere, dat Henriette steeds de kracht heeft gekregen om u al zoekend te vinden. Al zoekend die weg te vinden. Vertrouwend dat u haar wegen recht zal maken. En daarin wil ik je zegenen, Henriette. Wees gezegend op de weg die je zal gaan. Gezegend op de plek waar je zult staan.
dat je daar in de heerlijkheid van de Heere mag afstralen, zijn liefde kunt delen en dat Hij je bewaart en bewaakt op die plek. En waar jouw voeten ook zullen lopen, waar jij je voetstappen en die afdrukken zult achterlaten, dat jij daarin de Heilige Geest zal meedragen en de zegen van God de Vader en de liefde van Jezus Christus en de vervulling met de Heilige Geest zal uitdragen. Wees gezegend op je werkplek. Gezegend is ook je huis, je gezin en allen rondom jou. Dat ook zij tot zegen zullen zijn, samen met jou, in Jezus' naam. Amen. Volgens mij hebben ze het beneden leuk met elkaar. Horen jullie ze? Dat is toch gaaf? Goed. Kunnen we ook verdanken. Voor onze jongeren. En bidden. Goed, ik heb wat gebedsaanvragen. Voor het grote gebed, zeg maar. Zoals ze dat noemen. En er is gebed gevraagd voor de zendingsechtpaar, Arend en Jolinda. Die deze week de terugreis uit Spanje zullen maken. Er is ook gebed gevraagd, zij. En zij heeft mij ook gebeld. En ik zie het hier ook terug voor Jannie Stiphout. Die op haar oude leeftijd nog te horen heeft gekregen dat ze kanker heeft. Dus dat God haar de rust en vrede, troost mag geven op haar hoge leeftijd. Het is ook een spannende week voor haar. Dan heb ik beloofd, en hij heeft het ook gevraagd om te bidden voor Peter. Peter van de Meijden, we missen hem vanmorgen. Peter, we zijn met je verbonden, want ik weet dat je meekijkt en meeluistert. Maar Peter, die mag niet hier zijn, want hij is in quarantaine. En dat vindt hij echt verschrikkelijk. En zo zijn er meerdere gemeenteleden op dit moment in quarantaine. We zullen ook voor hen bidden. En we denken ook aan Ben Wigmans. Ook bidden we voor hem, die ook in quarantaine, zelfs met COVID, zit. Dan heb ik beloofd, dit zijn de voorbeden. Dan heb ik beloofd, voordat ik het vergeet, om aan te kondigen dat aanstaande donderdag 18 november, donderdagavond hier in de Michaelkerk, een themaavond is over angst. En Marjolein Voogd, ouderling gemeenteopbouw, die zal deze avond verzorgen. Dus van harte aanbevolen, aanstaande donderdagavond 18 november, de themaavond over angst. En dan heb ik beloofd aan de jongerenwerker Rob, dat ik een oproepje zou doen voor de kerstwandeling en voor de plekken die nog openstaan. Hou je vast, we zoeken nog iemand voor Herodes, twee Maria's en een Jozef. Dus komt u maar. Je kunt je bij hem melden. Dus ga gewoon rechtstreeks naar hem toe als je dus een Herodes wil zijn, een Maria wil zijn of een Jozef. En bij Maria heb je nog twee keer kans. Goed. Volgens mij heb ik nu alles genoemd. Ja. Zullen we gaan danken en bidden? Vader, Zoon en Heilige Geest, u die was, is en komen zal. U die de rots bent van ons bestaan. Heer, ik dank u dat er bij u altijd een uitkomst is. Hoe het ook gaat, hoe het ook loopt. En ik dank u dat we in de avond in gebed ons leven in uw handen mogen leggen. Zelfs onze ziel, onze persoonlijkheid, wie we zijn, wat we allemaal hebben meegemaakt. Wat we doen, wat we goed gedaan hebben en wat we verkeerd gedaan hebben. Wat we niet gedaan hebben, ons hele doen en laten, ons hebben en houden, kunnen we in de avond bij u neerleggen. Om zo te gaan slapen. En als 's ochtends in de morgen te beseffen, ik ben weer wakker. U hebt mij weer wakker gemaakt. Ik ben weer in staat om hier te zijn. Om te leven vandaag. Om op te staan. Of hoe het ook is. Heer, we hebben vele broeders en zusters die in quarantaine zijn. Die ziek zijn. Ja, die wel wakker worden, maar niet kunnen opstaan. Omdat ze zich ongelooflijk beroerd voelen. Heer, zo horen we de naam van Ben Wigmans. Maar zo zijn er meer die hebben geappt of gemaild. Heer, we bidden u dat u hen weer de kracht zult geven om op te staan. Ik wil u ook bidden voor degenen die te kamp hebben met long-covid.
Een lange COVID, een lange nasleep. En daardoor ook iedere ochtend alles bij elkaar moeten verzamelen om op te staan. Ik bid, Heere, dat u hen geneest. Dat u hen herstelt. En ik bid, Heere, om uw ingrijpen. Dat u ingrijpt in deze besmettingstijd. Dat u ingrijpt in deze besmettelijke ziekte. Heere, dat er uitkomst zal zijn. Ik bid ook voor onze gemeente. Heer, want weer niet volledig samen kunnen komen. Weer die aantallen, weer je aanmelden. Weer een beroep doen alleen of meer en meer op de streaming. Waarvoor ik u dank dat het er is. Maar toch, Heer, het geeft schade. Heer, het brokkelt uiteen. Heer, bijzonder wil ik ook de jongeren bij u aanbevelen. Want hoe lastig is het om je jongeren, om je kinderen nog warm te krijgen, te gaan. Of dat scherm aan te zetten en samen te kijken. Heer, ik bid u of u onze jongeren wil bewaren voor de gemeente. Heer, dat ze zullen blijven komen, zullen blijven kijken, zullen blijven meedoen in alles. Heer, vuur hen aan en help hen daarbij, Heer. Ja, dat ze ook u vragen de weg te wijzen in hun leven. Ik bid, Heer, dat hun geloof in Jezus zal blijven. En dat ook het gebed tot Jezus zal blijven en sterker zal worden. Ik bid, Heer, dat uw gemeente in Nederland niet kapot gaat door COVID, maar sterker door de moeite heen zal komen. Heer, wat we ook zien bij onze vervolgde broeders en zusters, die sterker worden in de strijd. Heer, laat deze periode toch ook een periode zijn waarin we leren sterker te worden in u. Schenkel, geef ons meer geloof, meer kracht in gebed, meer het vuur van de Heilige Geest. En Heer, zo bid ik u ook voor hen die dat zo nodig hebben. Denk het aan Peter, die in quarantaine is. Anderen in quarantaine, die thuis met het gezin zijn. Heer, vuur hen aan. Laat hen weten. Hef je hoofd omhoog. U heft hun hoofden omhoog. Hef je hoofd omhoog. Dat bid ik voor hen. Heer, ook voor uw volk. Voor Israël bid ik u dat ze zullen zien in die Bijbel wie Yeshua is. Wie redding geeft. En van wie ze het krijgen. Namelijk hun God, de God van Israël. Geef vrede voor Jeruzalem en het land. En doe velen nog tot geloof komen. Ja, hier zo wil ik u bidden. Ja, ook voor aanstaande donderdagavond, voor de themaavond, Heer. Dat uw zegen op deze avond rust. Ter bemoediging voor hen die angst hebben. Heer, dan bid ik u voor de kerstwandeling en ook voor de diensten die allemaal georganiseerd worden. Heer, ik bid dat het allemaal door kan gaan. En dat er voldoende mensen zullen zijn. Ja, zelfs overvloed. Heer, ik bid voor zuster Stiphout die te horen heeft gekregen, zo oud, dat knobbeltje in die borst zit. En ik bid of u haar wilt troosten en sterken. Ja, Heer. Zo denken we ook aan de zendingsechtparen Arend en Jolinda. In het bijzonder als ze de terugreis moeten maken, dat u hen bewaart onderweg. Dat ze veilig in Nederland zullen aankomen. En we zien uit naar wat zij te vertellen hebben. Hun getuigenis. En ik dank u voor het getuigenis van Henriette. Dank u daarvoor, voor haar moed dit te doen. En ik bid dat er nog velen kunnen getuigen in ons midden wat u doet in hun levens. Wat u doet in jou en in mijn leven. En in een stil moment kunnen we de gebeden die nog in ons hart zijn met de Heere delen. Ja, dank u, Heere, voor de kinderstemmen die we in deze stilte mogen horen. Dank u voor Boer en Co. Dank u voor wat er gedaan wordt voor de kinderen. En dank u voor de kinderen die er zijn. En bewaar, Heere, onze kinderen en jongeren. Ouders en gezinnen. En hen die bij het klimmen van de jaren u zo nodig hebben. En hoor onze gebeden die we samenvatten als het ware in het ene gebed dat Yeshua, Jezus Christus, ons leerde.
Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik breng in herinnering de doelen van de collecte. De eerste oogstcollecte, de tweede beheer en onderhoud en de derde voor de kindernevendienst van onze wijkgemeente. Dus we hebben de giften hard nodig. Dus geef gul en overvloedig. Roep ik er maar bij. Dan hebben we helaas straks geen koffie drinken. Dus hopelijk smaakt het bakje lekker thuis en denken we aan elkaar. Tot het weer kan, hopelijk snel. En hebben we als slotlied, dat ga ik een paar zinnen van zeggen. We zingen uit Hemel Hoog 253. O eeuwige Vader, sterk in macht. Even kijken hoor, ik zie mijn hemel. Oh, hier is die. Wacht, pak hem er heel even bij. Hemel Hoog 253. En dat is een lied, dat is een lied op aanvraag. Dus dat kan ook, hè. Dus je kan getuigenis geven. Maar als je zegt, nou, dit lied heb ik zo op mijn hart. Kun je dat een keer in de dienst laten zingen? Nou, meld je gewoon. Laat het weten. Nou, een broeder heeft zich gemeld. En die heeft gevraagd, dominee, wil je dit lied laten zingen? O eeuwige Vader, sterk in macht, wiens arm betoont der baren kracht. Die wijst de grondloos oceaan, de hem gestelde perken aan. Nou, wat is dit voor een lied? Dat is een lied voor de zeevaders, hè, voor de schepen over de oceanen en de zeeën. En vandaag worden degenen die daarin verdronken zijn, voor de koopvaardij, die worden vandaag herdacht. Volgende week gedenken wij de overledenen, maar vandaag gedenkt de koopvaardij, dus degenen die dus op zee zijn gebleven, zo noemen ze dat. En dus hij vroeg, wil je dit lied doen, deze zondag? Dus zullen we hem doen. Thank you.
En laat de mens in vrede gaan. Ga in vrede. Draag de shalom, de vrede van de Heer Jezus met je mee. Ga met zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap, de vervulling met de Heilige Geest is en blijven op jou, met jou en jullie. Amen. We willen nog het lied Jezus, hoop van de volken zingen, maar gaat u ondertussen huiswaarts, maar wel met deze woorden mee naar huis. Jezus, hoop van de volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht die in ons leeft. U overwon in elke nacht. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht. De volken, Jezus, trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Jezus, licht in het duister. Jezus, waarheid die overwint. U bent de bron van licht. U overwon in elke nood. U brak de banden van de dood. U bent de hoop in ons bestaan. U bent de rots waarop wij staan. U bent het licht waardoor de wereld God kan zien. In ons bestaan, u bent de rots waarop wij staan.